Gaan we naar de eerste klasse B. Daarin speelt Die Haag op Okkenburg de wedstrijd tegen Westlandia. Nou, afgelopen weekend Wim de Jong kreeg met zijn ploeg dik klop. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Westlandia. Dus ja, we hebben twee ploegen die eigenlijk iets recht te zetten hebben. Dat sowieso. En als je kijkt naar de laatste vijf wedstrijden, heeft Die Haag maar twee puntjes gepakt. En Westlandia nog een punt minder. Dus dat geeft al aan dat ze op dit moment in een hele moeilijke fase zitten. Beide ploegen trouwens. Eerst was het op de hoge bomen eigenlijk wel een 2-0 overwinning voor de Naaldwijkers. Maar goed, het is ook een kwestie van wie kan de meest fitte spelers opstellen. Want ik heb begrepen dat Die Haag nog steeds heel veel spelers mist. Westlandia valt dat wel mee. Maar goed, die hebben op dit moment ook niet dat goede gevoel, zeg maar. Dus ik ben benieuwd wie er uiteindelijk komende zaterdag op Okkenburg aan het langste eind gaan trekken. Gelijkspel zou eigenlijk het meest logische zijn. Maar goed, wat is logisch? Misschien is allebei niet zo gek van wie op. Nee, oké. Forum Sport verloor vorig weekend een beetje onverdiend. Nu krijgen ze Portugal op bezoek. Dat won met dikke cijfers. 0-5 als ik me niet vergis. Ja. Ja, voor Forumsport, ja, die doen niet meer mee voor de bovenste plaatsen. Maar het is toch wel belangrijk dat je nu de winst gaat pakken. Ja, zeker. Want volgens mij waren die ambities er ook. En ook hier een vertrekkend trainer, Bas Steffens, die daar toch een aantal jaren heeft gewerkt. En het gewoon netjes wil achterlaten voor zijn assistent. Dus gegeven die wedstrijd inderdaad, die 5-0 tegen Westlandia, vond ik een opvallende uitslag van Portugal. Dus er kan van onderschatting geen sprake zijn bij Forumsport. Forumsport zelf wil zich herstellen van die nipte nederlaag bij Kloetingen. Dus alles aangelegen om thuis gewoon de winst te gaan pakken. Ik heb begrepen ook in die wedstrijd tegen Kloetingen dat met name het half uur hoopgevend was. En ik denk dat Bas zich daaraan zal vasthouden en zijn ploeg zal instrueren om dat het echt thuis is. Ja. Tijd is voor thuis een driepunter. Goed, Honsdorp-Dijk, ja, dat kan het punt ook nog goed gebruiken. Het zal natuurlijk Piet Boon alles aan gelegen liggen om natuurlijk op een goede manier daar het eind van het seizoen afscheid te nemen. Ze spelen tegen de koploper. Ja, dat is natuurlijk een prachtige mooie uitdaging. Zeker. Ook het eerste was dat waren ze vrij kansloos, een 5-1 nederlaag. Maar goed. Nou, zeker een reden om iets goed te maken. Precies, dat sowieso. En Honsdijk natuurlijk afgelopen weekend niet in actie gekomen. Zagen we een wedstrijd bij Deltasport afgelost worden. Rijsoord, maar goed, zoals al aangehaald, een hele grote overwinning op Die Hagen. Veruit de favoriet voor de titel op dit moment. Maar Honsdijk kan nog wat punten gebruiken natuurlijk. Staan weliswaar zevende. Heb ik een wedstrijd minder als de rest. Maar goed, de marge is natuurlijk niet erg groot naar de onderkant toe. Dus zou heel leuk zijn voor Piet Boon en zijn mannen, dat ze de punten gaan pakken. En wellicht kan Tom van Veen daar een handje in helpen.